Dat met die piano is nog maar het begin, hè. Straks zit ik met het hele Marokkaanse Philharmonische Symfonieorkest boven mijn kop. Niet op verdrijven, meneer. En ik weet precies wat het is met de piano, hè. Straks zitten 7 A-muzikale Arabieren een beetje van die Alibaba-muziek te jengelen. Alibaba, zo is het. Maar wij zijn geen Arabier. Ik zal u zeggen, ik woon hier al jaren tussen de beslamadampen, ja. Als ik straks in de supermarkt kom, dan staan er alleen maar groene lullen in een pot. We zijn hier in Holland. Meneer, hè, dat is dus tulpenbollen, draaiorgels, koningin Juliana. Weet je wat we doen? We noemen het hier Ankara. Heb je dan je zin? Meneer de Emir, u bent aan het woord. Ankara ligt in Turkije. U haalt alles door elkaar, meneer. Zeg ik iets? Is het weer niet goed? Jullie wouden toch een multiculturele samenleving? Meneer Hoosman, we hebben geen uur in de tijd. Als ze nu met die piano niet stopt, ja, dan lig ik vannacht tot 4 uur lig ik een beetje naar die gammele Ramadan-muziek te luisteren. He? Dan word ik helemaal stapelgek van kattengejank, dat is het. Ja, mijn piano moet naar boven, hoor. Weet je wat, we kunnen afspraken maken. Wat afspraken maken? He, jij ze afspraken maken. Weet je wat het is? Een paar jaar geleden toen kwam je hier wonen om een waarheid te werken. En dan zou je weer teruggaan. En nu blijf je hier wonen. He, en je hebt je hele familie over laten komen, weet je dat? Noem je dat afspraken maken? Je nou een goed luisteren naar mij. Oh, 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 oh. Hannah. Het gaat niet gebeuren, hou er rekening mee. Het gaat niet gebeuren. Jij bent het. Ik dacht al, wat stinkt het hier. Hé, hey, moet ik je gaan slaan, jongen? Oh, wat een bal op, zeg. Hey. Hallo allemaal, collega's, vrienden, mag ik even? Zoals jullie weten, neemt de baas afscheid. En er is vanavond een receptie gepland op het hoofdbureau om 1900 uur. En als iedereen er wil zijn, een beetje op tijd. Ja? Een smoking hoeft niet, maar het mag wel een beetje... Beetje genoeg. Kanslederen jasje. Wow. Wat is de baas eigenlijk? Doet hij zo snor? Rob Vredeling laat nooit verstek gaan, en zeker vandaag. Zeg, en die nieuwe? Enig idee? Ik niet. Jij, Lucas? Interpol. Carrièrejager uit Groningen. Nou, een rentje die alleen maar op de regeltjes let. Dit is Amsterdam, wat sturen ze? Een boer. Ik kan zeggen wat je wil, maar de baas was een echte Amsterdammer. Een van de oude stempel. Schijt eruit. Pappen en nat houden, dat was de baas. Verder helemaal niks. Nieuws uitgepapt, dan komt er iemand anders pap en nat houden. Ja, stomen, een pantalon en een colbert. Ja, is goed. Oké, okay, bedankt. Hoi. Hey, wil jij dat voor me meenemen naar Stomi, de stomerij alsjeblieft? Dankjewel. Deze is voor Gerards. Een flat waar de bewoners en hun gasten hun vleeselijke lusten botvieren in het zicht van de buren. Helga, je gaat mee. Lijkt me echt iets voor Teun. Dank je. Agentje, Amok Hudsonstraat. Amok Hudsonstraat. Jeroen, handjes laten wapperen. Hey, rustig, ik ga er zelf naartoe. Ik ga mijn tong laten wapperen. Hé, hey, je hebt je koffie nog niet op. Jongens, de boel kan open. Tina, kom je mee? Kopje koffie, politie. Kutkopje. Ja. Hutkoffer. Okay. Kutkoffie. Goedemorgen, Jules. Ik zou hier helemaal rond doen. Als je dat maar weet. Nou, zelf wel.
Gaat u hier zo blijven? Ik zeg niet dat ik het niet doe. Hij rukt aan de touw en ik zet de zager in. En die vreemdeling kan ook de kleren krijgen. Zeg het dan maar. Piano gaat niet verder omhoog. Ik heb jullie gewaarschuwd. Duidelijk? Ja. Nou, we zijn die mensen naar hier aan het verhuizen. We willen die piano omhoog hijsen. Er staat de plos in die gek. Ik ben voor geen smeren niet bang. Nee. Ik zaag de hele rot eruit door. Is dat duidelijk? Tina, meisje. Wat denk je ervan? Hoe pakken we dit aan? Maar lopen. Het gaat nu hier stoppen. En staat persoonlijk voorin. Die piano gaat niet verder omhoog. Meneer? Wat de god met je, meneer? Krijg ik een beetje een preek van de politie dat ik voorzichtig moet zijn met de buurt en met de mensen hier. Maar zijn de mensen ook aardig voor mij? Hey. Mag ik die zaag even zien, meneer Bosman? Het lijkt een penapparaat te zijn dat heerlijk in de handen ligt. Wat moet jij nou, gorilla? Hebben we soms een hekel aan buitenlanders, meneer Horsman? Helemaal niet. Niet, maar wel een hekel aan piano's. Het is een kalierenheid hier in de buurt. Mevrouw? Gaat het? Ik kan ze even helpen. Oh, boontjes doppen doe ik mijn hele leven al zelf, schat. Laten we voordat we gaan zagen, eerst ons hart luchten en nadenken, meneer Horsman. We laten ons hart spreken en ons hoofd en dan lossen we dit samen op. Eén ruk aan de touw en ik zet de zaag erin. Hé, hé, hé. Een moment van onbedachtzaamheid maakt dat mijn eeuwen schreeuwt, meneer Horsman. Legt u nu die zaag neer? En dan vertel ik u alles over onze klachtencommissie. Wat nou klachtencommissie? He, ik ben straks dood en dan heb ik wel gelijk. Nee. Ik heb een hekel aan het kattengejank. Meneer Horsman, een zuiver gestemd klavier maakt helemaal geen kattengejank. Ook al zou ze dat zo graag willen. Het kan helemaal geen kattengejank worden gemaakt, meneer Horsman. Als u nu ook even aan tafel gaat zitten, uw vrouw zit zo alleen. Greet. Ze zegt, ik maak het vanochtend, dan is het voor vanavond klaar. Ja, ik ben de buurman, ik woon ernaast. Goedemorgen. Meiden zijn niet ouder dan 15. 16 hooguit. Allemaal een beetje afstand. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, Eddie vertelde net een verhaal over wat daar allemaal boven zich afspeelt. En het is gewoon vreselijk dat die kleine kinderen daar ook allemaal moeten zien. Nee, dat is schandalig. Wij zijn thuis tenminste. Zijn ze ooit niet thuis? Hebben jullie van alles gezien? Ja. Nou, morgen op school, dan gaat de juf, die gaat met jullie praten. En dan zorgen wij ervoor dat het nooit meer gebeurt. Nooit meer? Nee, nooit meer. Jammer. We ruimen die gorigheid even op. Komt goed. Ja? Ja. Bedankt. Ja. Ja. José! Hey! De stad is groter dan deze straat alleen. We zullen even met z'n allen lekker op de brom moeten stappen. En een ommetje gaan rijden en de stad in ogen goede kost geven. Hey, laatst je chagrijnige kom zien, man. Gek! José! De mooiste stad van Europa en daar wonen we in. En het is niet de bedoeling dat we er een bende van maken. Kom op, man. Horsman! Kijk bij de Hutsenstraat en uit handvolgen buren. Kijk, Jeroen, varkentje. Wat varkentje? Waar is Kunnen we binnentreden? Nee. Dit is wel even aanstootgevend gedrag, ja. Als ze niet open doen, dan moeten we machtiging regelen om er binnen te gaan. Machtiging regelen? Er worden hier minderjarigen tot seks gedwongen. Als we machtiging gaan halen, dan zijn die weg. Oh.
Oké, ik trap die deur in. Nee, jij trapt helemaal niks in. We gaan een machtiging regelen. Oké. Iets korter. Klaar. Niks klaar. Ik moet mijn moneyshot nog draaien. Anders heb ik de hele dag voor Jan Lul gedraaid. Wat? Mijn moneyshot. Auw. Jezus. Mooi. Nee, oké, jongens. We gaan aankleden. Ik wil broeken, onderbroeken, jurken voor mijn part. Handdoeken zien. En snel een beetje, dan praten we daarna verder. Teun? Gaat een beetje? Het is niet te geloven. Oké, jullie gaan allemaal mee naar het bureau, jongens. Kom op. Mee? Wat doen we verkeerd dan? Alles. Deze hele boel hier. Teun. Ik dacht eerlijk gezegd even te regelen hier. Dan kan ik je daar even niet in volgen. Kom op, jongens. Doe wat kleren aan. Meneer, we hebben gezien wat is gebeurd. Dat komt goed. We treffen maatregelen, ja? Ik heb zelf geld voor een nieuw piano. En Hanan heeft die piano nodig. Ja, ik begrijp het. Momentje, alsjeblieft. Momentje. Wil je even kijken wat er met het meisje is? Het is niet gewond, maar ik denk wel dat er wat met haar aan de hand is. Oké. Ja, Sylvester. Ik wil de jongens hier weg hebben. Ja? En ik wil niet dat het aan de hand loopt. Ik ben een engeltje. Begrepen? Ik ben een engeltje. Kijk, sukkeltjes. Hey. Rus. We zijn gezegend met een gezond verstand en dat is goud waard. Wat heb je het over? Broeders? Je hebt het geen broeder, hij ook niet. Het hoeft niet zo te zijn dat we van één geloof wat mee kunnen sturen. Hallo, weet je wat jij bent? Als we ons verstand goed gebruiken, zijn we allemaal broeders van elkaar. Ga even rust nemen, gorilla. We zijn broeders. Je zweet, je stinkt. Zwetende ogen nog. Hallo, kan je mij even aan? Niemand speelt piano bij ons thuis. Alleen zij. Kijk mij even. Ik vraag haar even te spreken. Ja? Moet ik je rapporteren, jongen? Wat moet ik jou rapporteren? Hallo, ik blijf het niet zeggen, oké? Okay? Daar blijf. Wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Hey! Salade. Husarensalade? Ja. Yeah. Met twee grote zwarte laarzen. Geen paard. Doe maar zonder. Gaat dit? Ja. Tijd een neuker. Wie denk jij dat er weer een Nederland is? Sinterklaas. Bijna goed. Paashaas. Doan. Oh. Er is vanavond een welkomstbijeenkomst in Jianan. Ik doe de catering. Ja, iedereen komt. Jij komt er ook? Wie is dat? Wie?
Zij roeien. Wat een idioot. Ben je nou helemaal een soort imiteerd? Ik heb er niks mee te maken. Ga van je niet, je lemmana! Mijn eigen broer in dit soort troep! Ik heb er niks mee te maken. Jongen, jij bent met aan het doen wat hij is, na. Dit is jouw snackbar, toch? Of niks soms? Is dit jouw pand? Ik heb er niks mee te maken. Jij zit in de shitzooi en ik bij de politie. Mogol. Hotdog. Wordt koud. Ik wil weten wat hier aan de hand is. Effe. Wat is dit? Theo. Theo wie? Theo, weet ik veel hoe die verder heet. Hij wil dat ik dit bewaar, maar hey, dat wilde ik niet, echt niet. Ja, toen kwam hij de tent verbouwen. Of alleen die zakken te bewaren, meer niet. Krijg je er geld voor? Hoeveel? 100 in een week. Wat? Waarom kom je niet naar mij? Ik heb er niks mee te maken. Ik heb jouw moeder beloofd om op jou te letten. Toen was je 7. Ja. Toen ging mijn moeder dood. Het is ook mijn moeder. Wat moet ik nu doen? Jou meenemen naar het bureau? Ik ben je fucking broer, hé. Hey. Wat bureau? Hey. 100 euro's in de week. Miserige 100 euro's. En jij komt niet naar mij toe. De politie wil doen. Wat ga je doen? Even, wat ga je doen? Even doe je wat. Hé, hey, nou ben ik de lul. Ze schieten me hartstikke dood. Dat kan ik toch nooit betalen, man? Ik wilde dat kind toch niks doen. Dat weet ik. En daarom wil ik niet dat dit een rechtszaak wordt. Want niemand heeft daar wat aan. Dat kind niet, wij niet. En u zeker niet, meneer Horsman. Daarom laten we vrede sluiten. U met de vader en dat kind en wij zetten koers op. Maar goed, zet hem toch koers, hè, wat jij wil. Op genoegdoening, meneer Horsman? Genoegdoening, ik vind alles goed. Hè? Kijk, ik heb helemaal niks tegen Marokkanen. Maar dat blijven wel Marokkanen. Ja? En die willen dus mijn straat als hun plek. We hebben wel 1000 keer gebeld. Maar ze zeiden dat we het zelf op moesten lossen. Ja. Dat zei uw chef. Vredeling. Vredeling. Nou, dan doet hij dat een keer. Ja, maar dit is geen oplossing, familie Horsman. Want jij hebt makkelijk lullen. Jij lult mensen zoals wij, lul jij vast. Ik heb een taxi. Ik heb het hele buitenland de hele dag in mijn taxi, begrijp je wel? En er zijn er nog van die kakkerlakken die langs de weg zitten. Dat zijn ook allemaal buitenlanders. Daar hoor je mij toch ook niet over? Goed, ik had het niet moeten doen. Dat is waar. Maar we stonden met onze rug tegen de muur, hè? We konden geen kant meer op, begrijp je wel? En jij kan mooi de pot op met je genoegdoening. He, al kun je nog zo mooi lullen. He? Ja, ja, met een boek. Met een boek met een nietje erin. Riemann, ja. Waar is de baas? Hij neemt niet op. Evert, weet jij waar Vredeling is, jouw grote vriend? Het is mijn vriend, maar ik weet niet wie hij is. Nou, iemand moet de leiding nemen totdat hij er is. Nou, Evert is de oudste. Ik ben een draaiorgel op het spoor. En wat? Jij bent inspecteur, Lucas. Dus jij gaat het moeten doen. Je hoeft alleen maar te coördineren en terug te koppelen. Hij moet de piano vergoeden. Niemand heeft mij om die piano gevraagd. We hebben ook eigen rechten, man. Je hebt in eigen land, daar zeg ik toch niks van. U heeft gelijk, meneer Horsman. We hebben allemaal ons eigen land. En toevallig is het voor ons allemaal dit land. Jullie buitenlanders dekken elkaar allemaal, zo is het. Laat ik, meneer Horsman, nu ook al geen buitenlander zijn. Nogmaals, 5201. Het is unit 4, jongens. Kom op naar de Hudsonstraat, nu. Ja, Lucas, even telefoon. Ik geloof dat Jeroen versterking vroeg. Lucas, er is geen versterking meer. We zijn vandaag zwaar onderbemand. Er moet gebeld worden. Wie is Faisal Mouri? Die Marokkaan die slaags raakte met Sylvester. We hebben een ambulance gebeld. Ik ben bij Stomi geweest. Ze willen dit niet accepteren. En wat moet ik dan? Verbranden, zeiden ze. Hoofdbureau? Ja. Mag ik de korpsleiding alsjeblieft? Dan de vervanger van de korpsleiding. We hebben hier een situatie. Nee, ik heb geen zin om te wachten, mevrouw. Dus jij hebt ook geen paspoort. Hier, haal die band er maar uit. Die band is in beslag genomen. Het bewijsmateriaal. Meisje. Is dat het eens? Ze hebben mijn koffiezetmachine gestolen, helemaal met koffie doorheen. We hebben een toestand hier in de Hudsonstraat en we hebben dus mensen nodig. En de pot met water.
Dat is erg. Waar zijn die dan? Wat voor conferentie? Ik kom aangifte doen. Dan moeten we de ME maar inzetten. Dat is dan de enige oplossing, 3 pelotons. Ja, Lucas Visbeen, bureau van Spijk. Dat lijkt mij niet slim. Ik kan Oud-West niet gewoon een paar agenten sturen. Ja. Visser. Komt de baas nog? Ik neem even de coördinatie op me. Ja. Ik kreeg net bericht. De jongen vanochtend, die Faisal. Ja. Die is voor aankomst in het ziekenhuis overleden. Wat vind je van het optreden van de politie? Kunnen ons niet aan. Wacht, ik ga dit zo zien. Ja, jullie zijn nog iets van plan. Ja, zeker. We zijn aan het doorspraten. Je hebt gezien wat ik deed, toch? Wat? Ik heb niks gedaan, man. Ik heb het niet gezien, jongen. Ik deed niks, Romano. Ik had het zo graag hebben willen zien, maar ik heb het niet gezien. Hij is dood. Faisal. En je weer ziet dat de politie niet de adequate maatregelen neemt die in dit soort zaken gebruikelijk zijn. Ik ga praten met de politie. Ik ga een dwingende dialoog aan met de leiding van de politiekorps in dit stadsdeel. Om hun pure onmacht te camoufleren, sturen ze de ME. Taxichauffeurs vanuit de hele stad zijn onderweg hier naartoe. Ja, maar de ME grijpt niet in totdat ik het zeg. Oh ja, want jij had de leiding, hè? Ja, ME is geen slim idee. Ja. Dat ruimt. Maar zijn deze twee dames illegaal en minderjarig? Helemaal niet, mevrouw. We hebben paspoort thuis. Niks illegaal. Nou ja, ik zou zeggen, laten we dan even bellen of iemand die pas naar het bureau komt brengen. Oké. Okay. Bellen jullie. Ik ga dit tot op de bodem uitzoeken. Ik wil weten welke viespeuk hierachter zit. Dan haal ik even koffie. Mijn bureau van Spijk. Mag ik de korpsleiding even spreken? Is die er nog steeds niet? Romano. Hallo. Doe me een lol, wil je? Wij komen een vrachtje ophalen. Een vrachtje? Ja, een vracht. Horstman en zijn vrouw. Meneer en mevrouw Horstman, die blijven voorlopig hier. Ze hebben zijn taxi in de fik gestoken, lul. Dan ga jij hem vastzetten. Ben je nog goed bij je hoofd, man? Hé, ik blijf beleefd en dat ga je ook doen. Anders wordt het een bende hier en daar heeft niemand wat aan. Ja? Is dat duidelijk? Mevrouw Hartkamp, ik moet weten of ik Nee. Pas ingrijpen als ik het zeg. Nee, ja, televisie kijken kunnen wij hier ook. Ja, nee, ik heb ook liever dat ze zich een beetje terugtrekken uit het zicht. Door de inzet van de ME lijkt... Ze ingezet worden, hebben we totaal oorlog. ...ellende op de hals hebben gehaald. Nee, ik zei niet ingrijpen. Dat is genoeg. Ja, stink je soms niet uit? Nee. Nee, wat zeg ik nou de hele tijd? Niet ingrijpen. Nee, ik weet heel goed wat ik wil. Wie bedankt dan met de pelotons, commandant? Ik zeg, het is genoeg, heren. Kappen nou. Nou, dat doe ik. Je hebt lul. Dit is een huis van recht en orde. En je maakt er een moordkeur van. Het is een politiebureau. Ja, verdomme. Kan ik u helpen, heren? Wie ben jij dan wel? Ik ben de chef van dit bureau. De naam is Van der Voort. Kijk, heren, het is simpel. We houden hier nooit iemand vast als we daartoe geen noodzaak zien. Het kan zijn dat we iemand in bescherming nemen tegen zichzelf of tegen zijn omgeving. Maar u kunt van mij aannemen dat we de heer Horstman met de grootst mogelijke zorg zullen omkleden. We hebben anders van jullie nog nooit één cadeautje gehad. Wij wel van jullie. Hey, het enige dat ik wil zeggen... Het enige dat ik wil zeggen is dat de heer Horstman vrijkomt zodra dat kan. Ik laat me in deze leiden door de letter van de wet. En die voer ik uit, zonder omhaal. Begrepen? Heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het plaatje rond. Vertel. 1. Meiden zijn slachtoffer van illegale vrouwenhandel. 2. Ze worden seksueel misbruikt in de porno-industrie. 3. Zijn minderjarig. En 4. Plegen ontucht in de openbare ruimte waar jonge opgroeiende kinderen er onvrijwillig mee geconfronteerd worden. En 1 tot en met 3 ontkennen ze. Nou,
Dus als ik het goed begrijp, is het een zaak in verband met aanstootgevend gedrag. Er is vermoedelijk sprake van een organisatie. En ik ben erachter wie het grote brein is achter deze hele operatie. Zo, jij bent flink bezig, Gerards. Doe gewoon mijn werk. Oké, ik stel voor dat jij deze zaak verder alleen afhandelt, ja? En bovendien de beschikbare celruimte zo kort mogelijk bezet houdt. Die konden we namelijk wel eens nodig hebben. Komt er nu aan. Ja, met Van der Voort. Lucas Visbeen. Ja, ik wil ze daar weg hebben, hè? Zo snel mogelijk. Nee, u heeft me niet goed begrepen. Ik wil de ME daar zo snel mogelijk weg hebben. Wij doppen onze eigen boontjes. Omdat ik het zeg en omdat ik de verantwoordelijkheid heb. Goedemiddag. Is de toestand in die Hudsonstraat? Ja, nogal, ja. Oké, dan wil ik dat Kuipers daar naartoe gaat met een verse ploeg. Ja? De mannen die daar staan, die moeten worden afgelost. En als je niet genoeg agenten kan vinden, neem maar wat mensen van de recherche mee. Laat ze desnoods een jasje aantrekken of zoiets. Ja? Ja, jij ook, Visbeen. Ja? Ja, ja? Ik dwing zo meer agenten uit andere districten. Oké? Gaat het? Gaan we eens wat papierwerk doen of zo? Zoals u kunt spreken. Tegen die chauffeurs. Man. Petje af, hoor. Hey, wij in de voertuigen! Nu! Kom op, kamer! We zijn gearriveerd op de Hudson te praat. Gaat het? Ja, okay. Faisal was een goede jongen. Hij deed helemaal niks, man. Helemaal niets. Faisal van jou, was die vorige week niet opgepakt voor diefstal? Ja, jullie zijn altijd aan het zoeken, man. Jullie zijn altijd aan het zoeken, daarom. Theo de dealer. Heeft een adresje vlak hier in de buurt, bij een hoertje boven. Weet je ook waar? Waar heb je het voor nodig? Privé. Oké. Ah, ik kwam me even voorstellen. Arend van der Voort. Beukering, Evert. Altano Sloem. Is er iets? Een mooi pak, baas. U bent de nieuwe... Ja? Sylvester Daals. Arend van der Voort. Ik dacht, de basis is er niet, dus ik kon niet zo gauw een andere plek vinden waar ik alleen zou. Ja, het is goed. Gaat u dat aantrekken? Ik ben politieman. Maar wel een hoge. En hoge politiemannen dragen nooit een uniform? De baas droeg het nooit. Als de baas het al nooit dragen, waarom de rest dan wel? Zeg, zou jij ervoor kunnen zorgen dat iedereen die niet met die rellen bezig is, binnen 5 minuten hier komt? Ik. Jij, ja? Ik ben het die Faisal... Ja, dat weet ik. Oké. Wil ik op koffie? Ja, lekker. Hallo. Wordt uw dochter behandeld? Wat bedoelt u? Weet u dat ze 11 kinderen werden genoemd vroeger in Nederland? Nee. Dat wist ik niet. Toen wisten we ook nog niet zo heel veel van autisme. Maar we wisten wel dat ze een bijzondere blik in hun ogen hadden. Alsof ze meer zagen dan wie dan ook. Ze zeggen dat ze niet tot emotie in staat is. Dat hebben de artsen mij uitgelegd. Maar ze speelt piano. Zo mooi, zo prachtig. Dan moet ik zo houden. Ze speelt Bach, ja. Maar helaas, ze speelt alleen maar wat er staat. En weet u wat de dokter zei? Hij zei, u houdt om Bach, meneer. U houdt niet om uw dochter. En dat deed u zeer? Natuurlijk. Omdat het niet waar is.
Met mij een nieuwe chef? Ja. Goed. Nou, voor wie het nog niet weet, ik ben Arend van der Voort, jullie nieuwe chef. We hebben een situatie in de Hudsonstraat. We hebben daar taxichauffeurs, we hebben daar Marokkaanse jeugd... en er zijn ook nog autochtone raddraaiers gesignaleerd. Wij zorgen ervoor dat iedereen naar huis gaat. Steekt er iemand één poot uit, dan rekenen we hem of haar meteen in. Geen pardon. Oké, aan de slag. En ik? Nou, Brigadier Hartzeer heeft een tijdelijke burn-out. En dan moet iemand hier blijven. Ja? Dank u wel. Hallo, Jeroen van Veen, kan ik u even spreken? Arend van der Voort, je kan me even spreken. Ja, wat? Ja, met Van der Voort. Sorry, baas. Zit je op een zaak? Ik? Nee. Nee, ik zit even te lunchen. Ja, lunchen doe je straks maar. Nu ga je standpeden naar de Hudsonstraat, net als de rest van het bureau. Oké? Ja, maar... Jullie hebben dat gozertje vermoord en wij mogen ervoor opdraaien. In ieder geval gaat de huisraad van die Marokkaanse familie nu naar boven. En iedereen die dat belemmert, die ga ik persoonlijk inrekenen. Morgen gaat hier de boel in de hens. Precies. Zo gaat het, hè? Precies. Ik heb je nou al op een briefje gegeven. Dat is onze zorg, meneer. Er gaat vanaf nu niks meer in de fik. Oh nee, er staat alleen taxi in de brand, man. Lekker lullen ze dan over de tafel. Taximannen. Fijn dat je hier bent. Rustig maar. Zeg, wil je ons even helpen met die piano? Tering, tyfus. Een kostuum ruikt misschien wat indringen. Ja. Maar dat geeft de afstomerij nog niet het recht op te roepen tot brandstichting. Dat heeft u wel. Door de politie. En mijn goede goed nog wel. Goedemiddag. Agent Daals. Raadsman. Nou, dat klinkt zo deftig. Ik zeg altijd advocaat, want in die hoedanigheid ben ik ook hier, hè. Als advocaat van de familie van Faisal, u weet wel Faisal, die mooie Nederlandse jongen van Marokkaanse afkomst, die vanochtend vermoord werd, ik kom aangifte doen. Dat kan. En ik wil natuurlijk ook weten wie verantwoordelijk is voor die moord, hè. Dat is nog een onderzoek. Vervelend, hoor. Wat? Zoiets. Wat zoiets? Als een collega iemand vermoordt. En dan valt er altijd die stilte. En zeker als ik dan zeg dat die collega een nogal gewelddadig hooligan verleden heeft. En dan zegt u natuurlijk meteen wie. Ik zeg helemaal niks meer. Deur is open. Als u juridische bijstand nodig heeft in verband met overmatig politiegeweld, mijn telefoonnummer staat op het kaartje. Incident. Een jonge Marokkaan is daarbij om het leven gekomen. De politie heeft inmiddels laten weten dat Faisal een gewelddadig verleden heeft. En dat kan ook, als we eerlijk zijn, niet worden ontkend. Net zo min als overigens kan worden ontkend dat de agent betrokken bij de dood van Faisal een gewelddadig verleden heeft. Dan kunt u dit specificeren. Hij is zelfs hooligan geweest en dat zodanig bij diverse incidenten betrokken. Bij deze roep ik dan de politie ook op de agent in kwestie direct en zonder aarzeling te schorsen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken de Marokkaanse gemeenschap op te roepen rustig te blijven. In Volendam. Kom ik vandaan. Je had er wel meer in het dorp. Het was niks politieks of zo, maar gewoon. Bomberaan, kort haar, Lonsdale. En knokken met buitenlanders. Dat was het. Ja, ja. Ik heb dat achter me gelaten. Wat is er met Faisal gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Die goosjes gingen weg, dacht ik. En plotseling staat hij voor me. Ik denk die geeft me een hengst. Dus ik wil me verdedigen. Ik pak hem vast en hij stort zo op de grond. En die advocaat en die wethouder, hoe weten die van jouw verleden? Dat weet ik niet. Word ik nou geschorst? Vandaag wordt er niemand geschorst.
dat voor lucht? Lucht? Wat voor lucht? Zo'n soort zweetlucht is niet te harde. Het stinkt hier vreselijk. Ik ruik niets. Lucas? Weet jij hoe die Tara aan info over Sylvester komt? Tja. Dus? Ik weet niks. Maar ik vermoed iets. Nou, vermoedens heb je niks in het politiewerk. Het gaat om bewijzen. Ja, zeg het nou toch maar. Rob Vredeling. Die is nogal dik met Tara. Zelfde politieke nest, hè? Hoe vind je het? Is dat voor mij? Ik heb Stad en Land afgebeld om voor jou een draaiorgel te vinden. Dingen ze niet meer te krijgen. Turf hier, Ansel. Speciaal voor jou, Rob. Ik dacht ik regel een draaiorgel met turf hier, Ansel. Voor je afscheid. Wil je niet even binnenkomen? Nee. Hey, kappen! Ik dacht dat wij vrienden waren. Dat zijn we toch? Kom je niet gewoon afscheid nemen? Wil je net of het allemaal niks om het lijf heeft gehad? Je zal het niet willen horen, Evert, maar ik ben blij dat ik weg ben. Nee. Nee, wat? Had ik liever niet gehoord. Maar wat ik nog wel graag wil horen, hoe komt het mens die daar dinges? Hoe komt het mens aan al die informatie over Sylvester? Heb jij dat verteld? Dat zou ik toch nooit doen, Evert? Nou, het schijnt dat jij adviseur van het mens wordt. Zeggen ze. Voor die hele fractie. Nou, en? Rob. Ik ben blij dat je weg bent. Evert, ga je goed? Ik ga maar de koel leren. Ja, hoezo te ziek? Nou, dan haal je toch wat? Of je neemt de magnetronmaaltijd? Ja, ik moet werken. Ik heb de halve wereld al gebeld. Ik kwam net over de fax. Nou, weet u misschien nog een adresje of zo? Wie? Nee, die heeft het ook. Nee, die kan ook niet. Bestel dat wethouder mensen hier, ja? Kom jij even mee? Ik betaal dubbel. Ik ben gevraagd. Ja, nee. Ja. Momentje. Ja. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kan dat? Oké. Goed, bedankt. Hoi. Hallo. Hallo. Maar wat is er met jouw auto dan? Ah, niks dingetje. Klets niet. Mijn bestelauto is helemaal gort getrapt, mijn ruiten zijn ingeslagen, mijn banden zijn kapot gestoken. Moet ik nog even doorgaan? Theo? Het is wel je eigen domme schuld, hè? Eigen domme schuld? Ja. Ook die horst die je hebt weggespoeld. Maar ik maak er werk van. Nee, Altan. Niks geen werk van maken. Je er niet mee bemoeien. Alleen even je auto lenen, dat is alles. Ik heb vanavond die catering bij Dorm. Ik heb vervoer nodig, man. Kijk wel een beetje uit. Je krijgt hem spiksplinternieuw terug. Ik bedoel met jezelf. Daar was ik al bang voor. Voor toestanden in de buurt? Nee, dat ze hier een middelklasse eliteman zouden aanstellen. Ah. Nou, dat spijt me. Luister eventjes, meneer de nieuwe chef. Er is hier één iemand die de lakens uitdeelt en dat ben ik. En ik ben niet jouw schoothondje dat op rapport komt als jij mijn naam roept. Ga jij de lakens uitdelen? Zorg jij dan dat die chaos is opgeruimd tegen de avond of moet ik dat doen? De politie is verantwoordelijk voor de veiligheid hier. Op straat. Dat is het rapport van de schouwarts. Faisal is een natuurlijke dood gestorven. Er zijn geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Hij is gestorven aan een hartaanval. Een drugsgerelateerde hartaanval. Die jongen had genoeg doop in zijn lijf om een olifant te vloeren. En wat ga je met deze informatie doen? Dat moet naar buiten. Dit kan niet naar buiten. Dit is privéinformatie. Als jij van het slachtoffer een drugsgebruikende Marokkaan maakt, dan stigmatiseer jij alle Marokkanen. Jij brengt dit niet naar buiten. Dat doe ik ook niet. Dat doe jij. Oh. Ik? Jij, ja. En verder bied je excuses aan aan hem. En wie is hij? Sylvester Daals.
Dan ga me nou niet vertellen dat je bij al die info over hem ook niet zijn naam hebt gehoord. Als dit het spelletje is wat jij gaat spelen, dan ga je het nog heel moeilijk krijgen hier. In elk geval, mevrouw de wethouder, speel ik niet dat smerige spelletje van jou. En sterker nog, ik ga er persoonlijk op toezien dat je dat spelletje hier nooit meer speelt. Heb je dat begrepen? En nou sorry zeggen? Wat? Sorry. Melting pot. De dames zijn allemaal 18 jaar en ouder. En ik wilde ze heel graag meteen weer meenemen, evenals de filmcrew. Maar wat is melting pot? Interraciale seks voor het internet. Sorry? Als je daadwerkelijke integratie wilt bewerkstelligen tussen etnische groeperingen, waar begin je dan? Bij kinderen. Je begint ervoor. Bij het verwekken van kinderen. Ja, u kunt me nog meer vertellen, maar daar in die flat werden geen kinderen verwekt. Nee, maar de geslachtsdaad is daar oorspronkelijk voor bedoeld. Toch? Vanuit liefde tussen twee mensen voor het nageslacht te zorgen. Gerard. Seks is toch het allermooiste waar het om mens in staat is. Het is een religieuze ervaring. En als je nou vrede wilt bewerkstelligen in een wereld waar oorlog de dag beheerst. Waar begin je dan behalve in bed? Ja, bed oké, okay, maar op een balkon? Ja, ik doe hier de koffie, Chamele. Het balkon was een moment van jeugdig enthousiasme. En ik wil daar ook best een excuus voor aanbieden. En ik wil ook een bekeuring betalen, of twee. Maar ik wil u ook vragen, Deun. Breek nou niet af wat zo hoopvol begint. En als je man lol wil doen, haal je mijn vrienden zo snel mogelijk uit de cel. Ik zei toch niks aan de hand? Hey, camera mee? Ja. Bandje mee? Ja, het zijn een soort van idealisten. Een soort van? Ja, verbroedering. Dat soort dingen. Nou, weer een ervaring rijker, hè? Naar huis nu. Mooi naam trouwens, Charmaine. Ja, dankjewel. Teun? Dag, mooie man. Ik hier toch? Ik ruik veel mannen. Jongens, dit is fantastisch. Heerlijk. Heren? Ja, we kunnen. Ik hoop wel dat hij goed gestemd is. Ja? Tara-el-Hamchaoui heeft aangekondigd een verklaring af te willen leggen. Mijn verklaring zal kort zijn. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de dood van Faisal een natuurlijke is. Veroorzaakt door overmatig drugsgebruik. Er is dus geen sprake van geweldpleging door politiemannen. Het is gewoon omgekocht. Weet je, Faisal was gewoon een goede jongen. Het is gewoon omgekocht door al die agenten. Weet je? En over kut-Marokkanen gesproken, dat is pas een kut-Marokkaan. Dat werf. Mijn naam is Arend van der Voort en ik ben jullie politiechef. Dat er vandaag iemand is gestorven, is heel treurig. Waarom hij is gestorven doet er niet toe. Het was iemand uit deze buurt. En daarom hebben jullie het recht om woedend te zijn, te rouwen. Die bloemen daar, die blijven de komende dagen staan. En de mensen uit deze buurt, of ze nou taxichauffeur zijn of Marokkaan, die gaan deze nacht en de komende dagen rustig van en naar huis. Daar zal ik zelf op toezien. Wie de ander een haar krenkt, die krijgt met mij te doen. Niet met mijn mensen, niet met de politie, maar met mij.
Daar kijk ik van op. Dat er nog zulke charmante Hollanders bestaan. Gewoon. Yerden beni fenerli yapmak için mi geldin? Yok canım, öyle bir şey yapacak olsaydı seni fistandan gezerek yapar. Şu deminki Hollandalı adam. Efe'yi depo diye kullanıyor, arabasını da paramparça etmiş. Sen buraya akraba olarak mı yoksa polis olarak mı geldin? Akrabaysa ben sapına kadar akrabayım. Ama yoldan çıkan olursa kim olursa olsun karşısında polisim. Hem de baş belası olanları bir polis. Altan, gel sen bu akşam en iyisi akraba. He? Arkadaşlar, bu akşam bize Efe Uslu'nun yaptığı yemeklerden yiyelim. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun. Efe, eline sağlık. Bir şey değil abi. Bu benim amcamın oğlu Altan. Eskiden ne karı sikerdik lan, değil mi senden? Weet wat de politie bedoelt met diversiteit? Dat je een Turk godverdomme alleen op zaken zet waar Turken bij betrokken zijn? Met een racist als maat? Hey, haal jij mij er even buiten. Doe jij even gewoon je werk, gladiool. We staan hier net 2 minuten. Je mag in mijn 0 minuten staan. Soms ik zwart ben, hè? Je bent niet zwart. Je bent bruin. Jullie geven me deze bon alleen maar omdat ik een neger ben. Ik geef je deze bon omdat je een mooie auto hebt. Vandaag alleen mooie auto's.